De VN waarschuwde de wereld in 2007. Groot gevaar door klimaatverandering. Het panel dat het broeikaseffect onderzoekt, het IPCC, kreeg zelfs een Nobelprijs voor zijn conclusies. Maar vorig jaar bleek opeens dat er flinke fouten in het rapport stonden. De onderzoekers zeiden dat gletsjers op de Himalaya over 25 jaar gesmolten zouden zijn. Een typfout. 55% van Nederland zou onder de zeespiegel verdwijnen. Klopt ook niet. En er werd informatie gehaald uit afstudeerscripties, uit tijdschriften en van milieugroepen. Wat we zien is dat er fouten zijn gemaakt. Dat die fouten hadden vermeden kunnen worden. Nederlander Robert Dijkgraaf leidt de club wetenschappers die de fouten onderzocht. Volgens hem maakt het klimaatpanel gebruik van verkeerde bronnen, was er slechte communicatie en een organisatie die stamt uit de jaren 80. En dat moet allemaal anders. Het zijn serieuze aanbevelingen. Ik ben ervan overtuigd dat men hier ook heel zorgvuldig naar zal kijken en zal ook gaan proberen deze aanbevelingen op, als het mogelijk is, zo snel mogelijk te implementeren. De fouten van het panel betekenen niet dat het klimaatonderzoek waardeloos was, zegt Dijkgraaf. Hij hoopt dat zijn aanbevelingen het volgend rapport van het klimaatpanel beter maken. Erik Mouten, RTL Nieuws, New York.